We blijven nog even in Veghel, ook al hebben we het hier over een landelijke pinfraudezaak. Een drietal, twee mannen en een vrouw, reist het hele land door. Van Veghel tot Dinteloord, van Lelystad tot Rotterdam. Wat doen ze? Kort gezegd, ze kijken pincodes af, stelen de passen en plunderen de rekening. En soms gaat dat heel brutaal. Deze vrouw smeert stroop op de jas van een oudere man, laat hem zijn jas uitdoen en steelt zijn portemonnee. En hier, iemand staat te pinnen in een winkel, de man links achter hem kijkt mee. Heeft u tips over deze drie? Bent u zelf slachtoffer? Neem dan nu contact op. Volgende week dinsdagavond bij onze collega's van Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht voor deze zaak met nog meer beelden.